afgelopen week hebben we niet alleen keihard gewerkt in onze winkel, maar is er ook keihard gewerkt aan onze winkel om vooruitlopend op onze aanstaande verhuizing naar een aanzienlijk ruimer onderkomen in Terwolde, ons oude pand klaar te maken voor de nieuwe huurder, door het verwijderen van de enkele ruiten met onze reclame en het vervangen daarvan voor dubbel glas. In de tussentijd is het ons gelukkig ook gelukt om een aantal mooie BMW's voor je klaar te maken. En die laat ik je natuurlijk graag zien in de binnenvlog nummer 38. Hier gaan we. Neem dubbel glas, zeiden ze. Dat is een heel stuk warmer in je winkel. Nou, daar merken we voorlopig nog helemaal niks van. Maar van die kou hebben we ook geen last in de X3 X-Drive 30i die we de afgelopen week binnenkregen. Met een productiedatum in de zomer van 2010 is dit een van de allerlaatst geproduceerde exemplaren van de E83 generatie. En bijzonder is om te beginnen die motorisering, want na de facelift waren de prestaties van de 2,5 liter versie dusdanig veel verbeterd dat er niet vaak meer gekozen werd voor de 3 liter topmotorisering. Onder de motorkap van de X-Drive 30i ligt echter een 272 pk sterke N52 en die zorgt natuurlijk voor ruimschoots voldoende prestatie. Tegen de kou in onze winkel helpt het dat deze X3 verder is voorzien van de zeldzame stuurwielverwarming, naast uiteraard stoelverwarming voor en mijn collega Stefans favoriete optie, stoelverwarming achter. Leuk detail zijn verder nog de 18 inch wielen in stijl 205. Wat mijn persoonlijke smaak betreft misschien wel het mooiste wiel voor deze generatie X3 zonder rempakket. Van een van de allerlaatste E83's gaan we dan naar een hele vroege E85. Een auto geproduceerd in de nazomer van 2003 met een wat bijzondere historie. Want deze auto werd nieuw verkocht in een plaatsje in het uiterste zuiden van Beieren, nog onder München. En is daar ook altijd in die regio bij BMW dealers onderhouden. Maar werd geregistreerd op een adres in Tirol. Zo'n 95 kilometer zuidelijker. Minstens zo bijzonder is echter de kleurcombinatie. Een keer geen stemmig sterling over zwart, maar euforisch merlot rood over beige leer met de beige linnen kap. En super mooi passend bij die kleurcombinatie zijn ook de luxe houten interieur sierlijsten met die nerf zowat in de lengte richting over het dashboard. Ik kan me goed herinneren dat we al in 2006, toen deze auto's amper 3 jaar op de markt waren, over deze generatie Z4 spraken als een toekomstig klassieker. Dat hadden we toen natuurlijk heel goed voorzien, want 15 jaar later is de positie van die E85 onaantastbaar. Maar wat we toen nooit hadden kunnen verwachten, is dat we een kleurcombinatie als deze ook steeds meer zouden gaan waarderen. Net zo dubbel als zometeen de nieuwe ruit in onze winkel, is het setje wat we dan hier aan de andere kant in onze winkel bij elkaar konden zetten. Vorige week liet ik je die heel bijzondere Tiefsee over walnoes Z4 23i met M-Sportpakket zien. En die heeft nu gezelschap gekregen van een identiek uitgevoerde auto uit de nazomer van 2011. Maar dan in stoer zwart-zwart. Ook deze 23i begon zijn leven in het vuurpark van de fabriek. Ik denk vooruitlopend op de aanstaande overgang naar 2 liter turbomotoren wilden ze ook in München nog even genieten van die 6 cilinders. Zoals te doen gebruikelijk met dergelijke auto's werd hij na een aantal maanden en met een luttele kilometerstand aan de eerste normale eigenaar verkocht. En die mevrouw registreerde de auto in de daaropvolgende 10 jaar zakelijk. Dus van deze Z4 is de BTW voor ondernemers bij aanschaf nog verrekenbaar. Heel prettig als ook jij nog lang van zo'n authentieke BMW 6-cilinder wilt kunnen blijven genieten, is dat ze bij de fabriek zo'n auto natuurlijk heel compleet bestellen. Met zaken als keyless entry, elektrisch inklapbare spiegels en heel relevant, het voor het bouwjaar uitermate actuele CIC Navigatie Professional systeem. Dat bij deze auto ook nog eens voorzien is van de zeker voor die tijd zeer vooruitstrevende uitgebreide Bluetooth, waarmee je niet alleen handsfree kunt bellen, maar ook al je muziek draadloos kunt streamen. En voor het eerst sinds lange tijd heeft er ook weer eens een keer een 5-serie Gran Turismo zijn weg naar onze winkel gevonden. Daar neem ik je graag nog eens een rondje in mee. Zoals zo vaak bij de beter geconfigureerde en gespecificeerde BMW gaat het ook bij deze 535i Gran Turismo om een door de fabriek samengestelde auto ten tijde van de introductie van dit bijzondere model, afgeleverd bij de fabrieksvestiging Dingolfing in het late najaar van 2009. Zoals toen gebruikelijk met dat soort auto's werd ook deze GT na een klein jaartje en met in dit geval relatief hoge kilometerstand van rond de 30.000 aan de eerste particuliere eigenaar verkocht en die familie hield hem de daaropvolgende 10 jaar in bezit en voegde maar 60 of zelfs nog geen 60.000 kilometer aan de stand toe, waardoor die nu in totaal 86.000 bedraagt. Maar ze liet zich daarbij niet weerhouden om hem uitermate nauwgezet bij één en dezelfde BMW dealer voor onderhoud te brengen. En dat zorgt ervoor dat deze auto 12 jaar na dato uitermate verzorgd overkomt. Naast het bijzondere en tamelijk vernieuwende concept, vertel ik je zo meteen meer over,
zijn op deze Gran Turismo ook alle destijds leverbare rijplezierverhogende opties geselecteerd. En dat waren er nogal wat. Om te beginnen de Integral Active Steering. Active Steering kennen we natuurlijk al. BMW's unieke snelheidsafhankelijke stuurwieloverbrenging die ervoor zorgt dat zijn auto bij lage snelheden extra wendbaar aanvoelt zonder dat hij bij hoge snelheden nerveus wordt. Dat systeem is voor deze generatie uitgebreid met een meesturende achteras die bij lage snelheden tegengesteld stuurt voor een nog verder verbeterde wendbaarheid. En die komt van pas, want zo'n 5-serie GT is een serieus grote auto. En bij hoge snelheden stuurt die tegengesteld, wat dat gevoel van stabiliteit verder vergroot. Een andere noviteit op dit platform is het EDC-onderstel, de instelbare dempers. En die werken automatisch, wat mij betreft de beste keuze is. Want daardoor profiteer je, zoals hier, door stadsomstandigheden van een optimaal comfort. Terwijl wanneer de omstandigheden erom vragen en je plots moet uitwijken, sensoren het systeem automatisch op scherp zetten. Zoals de Engelsen het noemen, having your cookie and eating it. Dan hebben we nog Dynamic Drive, oftewel de actieve stabilisatorstangen die ervoor zorgen dat rechtuitrijdend de wielen zoveel mogelijk onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen om het comfort verder te optimaliseren. Terwijl wanneer je door een bocht gaat, hydraulisch die stabilisatorstang op druk wordt gezet om zo het overhellen tegen te gaan. En bij deze onderstelgeneratie worden de EDC-dempers en die Dynamic Drive actieve stabilisatoren gecombineerd met letterlijk een extra computer en die heet Adaptive Drive. En die zorgt er ook nog eens een keer voor dat wanneer je door een bocht gaat, niet alleen die stabilisatorstang hydraulisch op druk gezet wordt, maar dat van de buitenste twee dempers de hardste stand wordt geselecteerd. Net als wanneer je remt van de voorste twee dempers, om zo te zorgen dat die auto zo vlak mogelijk blijft voor een optimale grip en een maximaal comfort. Kijk, hier op de Autoboulevard in Apeldoorn-Noord. Er zijn nogal wat winkelmetertjes te krijgen. Maar daar willen wij natuurlijk liever niet zitten. En gelukkig is het ons gelukt om een uitermate passende nieuwe huisvesting in Terwolde te vinden. Maar het is wel een goede plek om je het een en ander te laten zien van die speciale ondersteltrucken van deze 5-serie GT hier op deze rotonde. De 5-serie Gran Turismo werd voor model 2010 door BMW gepresenteerd als een compleet nieuw model met een wat hogere zitpositie, zoals in de SUV-modellen, het comfort van een echte limousine, maar het rijplezier van een klassieke BMW sedan. Naast de bijzondere vormgeving met voornoemde portieren zonder raamstijltje, is een van de meest vernieuwende elementen van het concept de kofferklep die in twee delen te open is. Waait het en ben je met zakenrelaties onderweg, open je het kleine deel van de klep, zodat je snel je tas of jas achterin kunt gooien. En ben je in het weekend met je familie op de woonboulevard, gebruik je de grote opening, zodat je makkelijk toegang hebt tot de hele kofferruimte, zoals in een klassieke stationcar. Een ander nog niet eerder op de BMW sedanachtige modellen vertoond feature is de verstelbare achterbank, zoals die ook in de X5 destijds zat, waarbij je naar keuze de rugleuning naar voren kunt verstellen of zelfs de hele zitting kunt verschuiven om zo meer of minder ruimte voor de passagiers of de bagage te creëren. Ook voor het eerst toegepast in deze F07 5-serie Gran Turismo, maar nadien natuurlijk in bijna alle andere BMW modellen, is de tweede generatie 6-cilinder turbomotor, de N55, gekoppeld aan ZF's feilloze achttrapsautomaat, die in 2009 nog in geen enkel ander BMW model in de showroom van de BMW dealer te vinden was. Voor een dergelijke introductieauto spreekt voor zich dat alle relevante opties op deze auto present zijn, zoals bijvoorbeeld de volledig elektrisch verstelbare comfortstoelen met memory aan beide zijden en natuurlijk het grote glazen panoramadak. Hoeveel moeite BMW heeft gedaan om de beleving in deze 5-serie Gran Turismo er een van het absolute topniveau te maken, zie je aan details zoals bijvoorbeeld dit kleine laadje hier, wat vertraagd, gedempt, geopend wordt. Dat rijpleziergevoel van de 5-serie heb ik je net op die rotonde al laten zien. En met de wielbasis van de 7-serie zit het met de achterbank in de achterste stand, met de binnenruimte achterin natuurlijk ook, helemaal goed. En over smaak valt niet te twisten, maar met die prominente chroomstrip en die schuin aflopende achterkant heeft die 5-serie GT in elk geval een heel eigen identiteit. En daarmee zijn we ook alweer aan het einde van deze 38e Nieuw Binnenvlog van 2021.
Ondanks alle drukte doen we ons uiterste best om ook voor de komende week weer een aantal bijzondere BMW's voor te bereiden. Wil je nu al weten welke dat zijn? Kijk dan op autovaneerder.nl/verwacht. Wacht je liever tot ik ze je weer presenteer? Dat kan natuurlijk ook. Abonneer je dan op ons YouTube kanaal of volg ons op Facebook. Of nog veel beter, schrijf je in op onze nieuwsbrief. Dan brengen we je elke vrijdag automatisch op de hoogte. Tot de volgende keer.